Dag dames, dit is Rudy. Voilà, kijk. Rudy danst. Daar hebben wij ons dus mee bezig gehouden. Ja. Hoe lang moet je drogen? Zolang als je wilt. Ja. Dat is goed voor de bloedsomloop. Wacht zo, Henk, want hij is hier nu toch al even bezig. Allee. Zo, voilà. Dat is beter. Allee, dat is zo kinderachtig. Dingen bouwen is heel plezant. Ja, absoluut. Ja. Het probleem is dat vooral de vrouwen altijd, onze vrouwen altijd achteraf een uitleg moeten hebben waarom dat we iets gebouwd hebben. Omdat het cool is, is nooit het goede antwoord. Nee. Ja, dus we moeten een nuttige toepassing vinden voor... Het zou tof zijn dat je ergens kunt zeggen van ja, maar je kunt dat gebruiken voor. En mensen vragen, en voor wat kun je dat gebruiken? Ja, voor niets, het is plezant. Omdat plezant is. Voilà. Dus de vervang Philippe, druk bezet man, vaak op buitenlandse reizen, moet toch zwaaien naar mensen uit een auto. Voilà, goedkope oplossing. Het kost ook maar de helft van de 7 miljoen per jaar die we er nu aan geven. Hè? Ja, dat. Ja, dat is goed, hè, voor het gat in de begroting. Ideaal, ja. Eigenlijk. Hè? Excellent. Oorspronkelijk was hij gebouwd als een dansend manneke. Dus ik kan ook gewoon les geven. 1, 2, 3, 4. En de beweging volgt. De traagheid van de beweging zorgt voor de verbranding. Voelt het? Een applaus voor jezelf. Kijk er vandaan. Heel de bende doet al mee. Sowieso knelpuntberoepen of beroepen waarvan nou mensen vinden dat ze meer zichtbaar moeten zijn, meer blauw op straat. Houd de dief. Ik word achtervolgd door Superfreak. Ik denk dat het aantal winkeldiefstallen hier nu al aan het dalen is gewoon. Sport? Als sportfiguur? Ik denk dat we nu het gat in de markt hebben. Hè. Ze staan aan te schuiven voor een penalty tegen de echte Thibaut Courtois. In de winkelhaak. Ja! Yes! Dat was hem. Dit was de perfecte toepassing van de Karakoriman. Thibaut Courtois. Voetbal verkoopt altijd.